Ik had natuurlijk achtste gekwalificeerd, vrij teleurstellend. Alleen Wankemuller had een motorwissel, dus die moet eerst race achteraan starten. Dat betekent dat ik vanaf P7 start. En ik hoorde net dat Benny Leuchter te snel heeft gereden onder code rood. Waardoor hij 5 plaatsen op de grid terug is gezet. En dat betekent dat ik zelfs vanaf P6 start vandaag. Ja, het is moeilijk te zeggen of ik de snelheid zoals op Zandvoort heb. De auto komt wel meer richting de snelheid van Zandvoort, heb ik het idee. Het is gewoon nu de auto. Als die gewoon doet wat we hopen dat hij doet, dan maakt hij gewoon echt kans. Dan maak je echt kans. Maar ja, of de eerste gaat worden is een grote vraag. Maar ja, Zandvoort, weet je, deed hij het ook. Ik denk dat we een hele goede racepace hebben. Daar vertrouw ik wel heel erg op. Ik hoop dan beide races naar voren te kunnen komen. En dat is mogelijk. En 2 keer een podium te behalen, dat is mogelijk. Vooral als je naar de longrun kijkt. Dus ja, dat kan. We gaan het zien. Ik durf bijna weer niet te kijken. Safety car in this lap, Niels. Safety car in this lap. Everybody out. It's Krocek and now he sprints, he gets on the gas. Angerwelt comes under huge threat here from Antti Burri. Laat die Furies achter me blijven. Langeveld has got to try and hang on to this. And there's some contact between them. 8. Antti Burri is all over. Antti Burri disappears way out wide of Pascal Engberg. And now there's contact. And around goes Engberg into the gravel trap. Goes Antti Burri on the way into Saxkirva. And he's buried. Right, here we go. Krocek nails it. On the throttle he goes. And this is the battle for third place. Going side by side. Watch for Leuchter. Benjamin Leuchter coming up the inside. Tapped on. Langeveld now queuing up behind Engster. There's more contact. And Engster's getting battered left, right and centre. And through comes Langeveld into third place. He's going to try and come up the inside. It's the checkered flag awaits at the end of this one. Luca Engster's coming back up the inside though of Niels Langeveld, wheel to wheel, and the German somehow gathers himself back up together and goes on the attack and gets the place back up to third. Langeveld comes home in fourth. He gave it everything but couldn't quite do enough to get the podium, and instead of gaining points he loses points on the championship leader. He's still in touch. Maar only just. Wat een knotsgekke race, hè? Niet normaal. Nee, dat was helemaal kloot. Ja? Ik had een bak onderstuur, jongen, echt. De eerste rondjes ging nog wel. Dan had ik een aardige pace. Ik reed heel strak, voor mijn gevoel. Hey man, congratulations. Well, was hard. Yes, it was fucking hard. That worry behind me in the first laps, he just pushed me like a crazy. Really, really hard. Engster get a drop of 5 grid places, eh? Tomorrow? For the second race, yeah. Why? Because he got too many warnings this year. What a shame. 23 punten achterstand op Krocek. Dat is wat de situatie is. 23 punten achterstand. Man, wat een wedstrijd, zeg. Wat een gevecht. Die ik heb gekend. Ik werd vanmorgen wakker om 7 uur. En het eerste wat in me opkwam was
wordt wel heel moeilijk. Dus toen ben ik een film gaan kijken, Top Gun. Ik had heel lang geleden gezien. Gisteren had iemand het erover, dat is een goede film. Dus ik denk, ga ik die kijken? En dat was wel een beetje afleiding. We rijden pas heel laat, dus. En één is mogelijk, zeker met twee auto's die voor me staan. Seat en een Golf. Ja, kijk. En dat is gewoon het enige wat je kan doen. Rijden, vooraan rijden, de wedstrijd winnen. Mooi en waardig afproberen te sluiten met een eerste plaats. En dan hopen dat de concurrenten een foutje maken. Als ik vandaag win en ik word uiteindelijk tweede in het kampioenschap. Dan ben ik naar aanleiding van dit weekend tevreden met het behaalde resultaat. Ik kan naar mijn leven als projectkampioen. Als ik win, project mag maximaal 8e worden. En Engstra mag maximaal 7e worden. We zijn nog in de race en ik blijf vechten tot de laatste snik, tot de laatste bocht, tot de laatste meter. Tot de laatste druppel benzine, totdat de finishvlag valt en dan zien we het allemaal wat er gebeurd is. The green flag is waved, the championship decided then for ADAC TCR Germany. The red lights go out, the race gets underway. Goes out wide, there's contact, 3-4 abreast, and over goes number 28, Pascal Abel. Into the final complex, Niels Langeveld in the red Audi, leading the charge then through. Hey, Niels. Down to fourth place as we go back live. It's gone from first to fourth. It's all change here, isn't it? So Mike Halber's gone into the lead. Project has followed him. Barry has followed him. Go in. The checkered flag comes out. Mike Halber flashes the lights. He wins the final race of 2018. Niels Langeveld in second. Sterk genoeg. 14 races gereden, 7 keer podium. 2 wedstrijden gewonnen, 2 keer tweede, 3 keer derde. Alle wedstrijden gefinished. Tot het laatste weekend, tot het laatste moment meegedaan. Vrijdag alleen maar problemen. Something wrong with my car. There is something broke from the suspension. Cause this is what I'm made of. You can hate but never break me. Good drive. This is what I'm made of. You can try but never stop me. Cause this is what I'm made of. I will never ever let go. This is what I'm made of. Come on, Jules. Come on. Woo!
met enorm veel geweld ging het, sluiten we het seizoen af. Twee waanzinnige races, absolute topsport, een absolute thriller, een absoluut ja, duwen, trekken, dikke clashes. Ja, ik kan gewoon niet anders zeggen dat Project de terechte kampioen is. Ja, we gaan gewoon door, volgend seizoen weer. Dan komen we sterker terug. Dus alsjeblieft, blijf mijn video's liken, blijf ze volgen. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Ik zie jullie volgend seizoen terug en dan gaan we weer knallen.